afgelopen dagen beheerste de coronacrisis opnieuw het nieuws en ons leven. We hebben het vandaag in de podcast over fake news, over slechte communicatie en over wat mogelijk het grootste schandaal zou kunnen worden van de afgelopen jaren. Ik ben Dries van Langehoven en dit is de Dries van Langehoven podcast. Welkom bij de Dries van Langehoven podcast. Naar goede gewoonte beginnen we met even te overlopen wat er in de media is verschenen de afgelopen dagen. En het meest opvallende artikel dat jullie wellicht ook hebben zien passeren was de voorpagina van het laatste nieuws, waarin het heel groot stond: niets dan lof voor België. En dan een foto van Maggie de Blok, van Sophie Wilmès, de premier, en van oppergod Mark van Rans, die stond er ook bij. Niets dan lof dus voor het Belgische regime, voor de aanpak van de coronacrisis. Nu, dat lezen we in het laatste nieuws, maar als we de andere media eens nakijken, en dan vooral de Brusselse en de Waalse media, dan lezen we toch iets heel erg anders. Dus het laatste nieuws staat daar een beetje alleen in hun grote lofzang voor het Belgische regime. En om dat te begrijpen, moeten we eigenlijk begrijpen ook hoe dat Belgische en Vlaamse medialandschap in elkaar zit. En in eerste plaats heb je de VRT, dat zijn dus de publieke media, de overheidsmedia, de staatsomroep. En die krijgen rechtstreeks hun geld ook van de overheid. Dat is dus belastingsgeld dat hen wordt toegekend. Gaat om ongeveer 300 miljoen per jaar, dat is dus de VRT, maar daar hoort ook Studio Brussel, Radio 1, Radio 2 en dergelijke meer, die horen daar ook bij. Die krijgen dat 300 miljoen per jaar om mediaprogramma's te maken. Dan heb je daarnaast ook de zogezegd private media. En dat zijn dan het laatste nieuws, de Standaard, de Morgen, VTM en dergelijke meer. En die gedrukte media die krijgen ook gigantisch veel subsidies. En dat is iets dat veel mensen niet weten, want ze denken bij private media, ja, dat is privé, die mogen doen wat ze willen, want die krijgen geen subsidies. Maar die krijgen ze dus wel. Via verschillende manieren, soms rechtstreeks, soms onrechtstreeks, krijgen die heel veel subsidies en belastingsvoordelen. Een aantal voorbeelden daarvan zijn het kortingstarief voor de BTW van de kranten. Die betalen wat dat betreft bijna geen belastingen, in tegenstelling tot heel wat andere producten in België. Maar ook bijvoorbeeld de bedeling van de kranten. Want stel dat u een abonnement zou hebben op het laatste nieuws en dan hebt u niet goed geluisterd naar de andere podcast, want dat kan ik iedereen ten stelligste afraden om die fake news mainstream media te ondersteunen. Maar stel dat u dat hebt of uw buurman heeft dat. Als de postbode die krant bij u thuis of bij uw buurman thuis komt te brengen, dan wordt die postbode daarvoor volledig betaald door de belastingbetaler. De regering subsidieert met belastingsgeld de bedeling van de kranten bij de mensen thuis. In het buitenland gebeurt dat uiteraard niet. Daar zijn die private media effectief privaat. Maar hier in België krijgt de media op die manier, via een aantal rechtstreekse, maar vooral ook onrechtstreekse manieren, in totaal 400 miljoen euro aan staatssteun. En de Europese Commissie heeft zich daar al een aantal keren negatief over uitgelaten, omdat dat dus eigenlijk, ja, dat is ontoelaatbare staatssteun. Maar ook de mediabedrijven van andere landen, bijvoorbeeld de Nederlandse media, de Ierse media, die zeggen, kijk, dat is oneerlijke concurrentie, want wij moeten hier als privéspelers moeten wij concurreren met eigenlijk private media uit België die 400 miljoen euro belastingsgeld krijgen. Dat is natuurlijk oneerlijk. En op die manier eigenlijk verwordt die private media in België, die een soort waakhond zou moeten zijn van de democratie. Hè. En die worden in de politiek-filosofische werken worden die vaak de vierde macht genoemd, hè, om de andere drie machten te gaan controleren. Maar in plaats van de waakhond te zijn van de democratie, merken we dat de mainstream media in België door die grote subsidies meer het schoothondje geworden zijn van het Belgische regime. En het laatste nieuws heeft dat duidelijker laten zien dan ooit tevoren door te schrijven dat er zogezegd niets dan lof zou zijn voor de Belgische aanpak van het coronavirus. Maar de realiteit en de feiten die spreken dat volledig tegen, want qua cijfers doet enkel momenteel Spanje het nog slechter dan ons, hè? Want het laatste nieuws schreef dan in hun volgend artikel, schreven ze, het dodencijfer van België mag dan wel het derde slechtste zijn ter wereld. Italië en Spanje doen het nog steeds slechter. En het klopt, het dodencijfer in Spanje ligt een pak hoger. Maar als we kijken naar Italië en we corrigeren ons cijfer naar de bevolkingsgrootte van Italië, dan hebben wij meer coronadoden dan Italië. Want dat artikel is uitgekomen op woensdag en als we de cijfers van die week bekijken
En we corrigeren die naar bevolkingsgrootte. Dat is geen hogere wiskunde. Je moet daarvoor geen wiskundig genie zijn. Je kijkt gewoon hoe groot is de bevolking van België, hoe groot is die van Italië. En dan pas je die dodencijfers aan naar die bevolking. En als we dat gaan bekijken, dan zouden er in België 1672 coronadoden zijn en in Italië 1649. Dus dat wil zeggen dat er in België in realiteit meer coronadoden zijn dan in Italië. Dus niets dan lof klopt niet, want de Walen en de Brusselaars eisen ondertussen het ontslag van Maggie de Blok. En ook in Vlaanderen zijn de meeste mensen zeer misnoegd over haar amateuristische, lakse en laat-tijdige aanpak. Maar ook de feiten en de cijfers spreken het tegen. Ook als het laatste nieuws schrijft, in één titel stond dat dus. Hè, want het dodencijfer van België is lager dan Italië en Spanje, maar dus wel het derde hoogste ter wereld. Maar wij tellen tenminste alle doden mee. En in Italië en Spanje en in andere landen doen ze dat niet. Maar ook dat is fake news. Dus ten eerste is het al fake news dat België minder coronadoden zou hebben dan Italië. Want als je corrigeert naar bevolkingsgrootte, hebben wij er meer dan Italië. Maar ook dat wij zogezegd alle doden zouden meetellen en in andere landen niet. Ook dat is fake news. En wel op verschillende manieren. Want in Italië bijvoorbeeld zijn lijkschouwers verplicht om stalen te nemen om te testen op COVID-19, zodat ze een beter beeld kunnen krijgen van wie er allemaal overlijdt aan het coronavirus. Maar in België zijn er een heel aantal overlijdens die wij gewoon niet meetellen. Er zijn ondertussen al een aantal politici en experts, maar ook burgemeesters, directeurs van rusthuizen, die aanklagen dat heel wat overlijdens die wellicht te wijten zijn aan COVID-19, dat die niet worden meegeteld. Zo is er een rusthuis Bloemendaal waar 7 mensen op 1 dag overleden zijn. En die zijn niet geregistreerd geweest als coronadoden, terwijl het wel zeer, zeer hoogstwaarschijnlijk is dat die mensen overleden zijn aan COVID-19. Dus in België worden enkel de doden meegeteld die, of toch tot dan, werden enkel de doden meegeteld die aan COVID-19 overleden en die getest werden in de ziekenhuizen. Dus het is niet zo dat wij alle doden meetellen en dat men dat in het buitenland niet doet. Dus ik stel me toch echt wel vragen bij de manier waarop HLN, het laatste nieuws, waarop die het Belgische regime aan het bewieroken zijn en doen alsof wij het enige land zijn ter wereld dat de coronavirus goed zou aanpakken, terwijl wij in realiteit op alle vlakken aan het falen zijn. Wij sturen onze dokters en ons zorgpersoneel zonder adequaat beschermingsmateriaal de frontlinie in en wij hebben de cijfers, wij hebben bijna de slechtste cijfers ter wereld wat het aantal coronadoden betreft. Dus die niets dan lof, dat is echt wel iets dat waarschijnlijk zeer bitter en pervers klinkt voor al die families die ondertussen al getroffen zijn door dit verschrikkelijke virus en al die mensen die hun inkomen zien verdwijnen, hun leefomgeving zien veranderen door dit coronavirus. Dus die fake news media die draaien echt al op volle toeren momenteel. En zoals ik daarnet al uitleg, is dat wellicht te wijten aan het feit dat zij gigantisch veel subsidies krijgen van de regering. En de regering die houdt eigenlijk met belastingsgeld die media in stand. Want neem die subsidies weg en je ziet dat al die kranten gewoon als dominosteentjes in elkaar vallen. Dus het is de regering die eigenlijk die media gewoon betaalt om positief te schrijven over het beleid van die regering. En dan het laatste voorbeeldje dat ik toch zeker nog wil aanhalen, komt ook van HLN. En dat was een titel die toch wel heel... Het is fake news, maar op een zeer subtiele manier. Je moet echt wel al met een heel kritisch oog naar de media kijken, zoals mij, om dat te zien. En gisterenavond publiceerde HLN een artikel waarin zij zeiden... De titel was... De regering blijft erbij. Mondmaskers blijven voorbehouden voor zieken en verzorgend personeel. Nu, als je dat leest, dan zou je op het eerste gezicht niks merkwaardig lezen. Maar als je daar eens goed over nadenkt, impliceert HLN daarmee, door te zeggen, de regering blijft erbij, daarmee impliceert HLN dat dit altijd al de communicatie is geweest van de regering. Maar dat is niet zo. De communicatie van de regering is altijd geweest, mondmaskers helpen niet. Mondmaskers zijn nutteloos. Ik citeer Mark Van Ranst letterlijk. Hij zei letterlijk, ik begrijp dat niet, dat mensen mondmaskers dragen. Maggie de Blok die zei letterlijk, mondmaskers zijn nutteloos. Die beschermen niet tegen het coronavirus, die zijn zelfs gevaarlijk om besmet te geraken. Dus dat is de communicatie geweest van de regering. En nu schrijft HLN dat de communicatie van de regering is geweest dat we moeten mondmaskers prioritair voorbehouden voor het zorgpersoneel. Natuurlijk is dat zo, hè? Maar de regering heeft gelogen over het nut van die mondmaskers. Dat was hun communicatie. Dus die titel van HLN is fake news, maar op een zeer subtiele manier gebracht. En daarmee willen we eigenlijk nu de mensen wijsmaken dat de regering wel verantwoordelijkheidszin heeft getoond en dat de regering eerlijk is geweest, terwijl het al zwart op wit bewezen is dat zij gelogen hebben. Nu, ik kan een aantal podcasts vol praten over fake news en ik zal daar zeker nog eens een aantal podcasts over maken ook, want ik heb nog veel straffere verhalen dan dit.
Maar het laatste puntje dat ik daar nog over wou zeggen, over het laatste nieuws, want die zijn echt wel in overdrive aan het gaan om, moet ik het zeggen, lofzangen af te steken over het beleid van het Belgische regime, was Jan Segers. En Jan Segers, dat is de chef politiek van het laatste nieuws. En die schreef in zijn editoriaal een vergelijking tussen het coronavirus en Vlaams Belang. Hij vergeleek de grootste partij van Vlaanderen, want ondertussen stemt, of dat als we de peilingen mogen geloven toch, 1 op 3 Vlamingen kiest voor het Vlaams Belang. En dus 1 op 3 Vlamingen vergeleek Jan Segers, chef politiek van het laatste nieuws, vergeleek hij met het coronavirus. En hij zei van kijk, we moeten ervoor zorgen dat dat virus over zijn piek geraakt, dat Vlaams Belang over hun piek geraakt, en dan zal dat vanzelf wel weer weggaan, dan kunnen we dat bestrijden. Dus hij vergelijkt een democratische partij die de steun krijgt van 1 op 3 Vlamingen, vergelijkt hij met een dodelijk virus. Dat kan tellen qua onmenselijking, qua denigrerend taalgebruik. En die linkse journalisten die dus de hele tijd moord en brand schreeuwen als het Vlaams Belang of N-VA pleit voor een strenger migratiebeleid en die dan moord en brand schreeuwen van ja, je ontmenselijkt die migranten. Hè, door hen illegale migranten te noemen, ontmenselijk je hen. Ja, diezelfde journalisten die vergelijken nu 1 op 3 Vlamingen met een dodelijk virus dat moet worden uitgeroeid. Dat is degoutant. En ik hoop dat het laatste nieuws ooit verantwoordelijk zal gesteld worden voor dit degoutante gedrag. En dat zij in de eerste plaats al zeker niet meer die massale subsidies zullen blijven krijgen om deze haat te blijven spuien tegenover 1 op de 3 Vlamingen. En ik heb een aantal duidelijke, concrete vragen voor mensen zoals Jan Segers. Beseft u, meneer Segers, dat 1 op de 3 Vlamingen intussen stemt op het Vlaams Belang en dat dat aantal enkel zal blijven groeien? Beseft u hoeveel van de mensen die ervoor zorgen dat ons land nog draait, dat de winkelrekken nog gevuld blijven, dat het voedsel nog geproduceerd wordt, dat er nog medicijnen voorhanden zijn, dat er mensen zijn die dagelijks hun eigen leven riskeren om mensen te verzorgen in de eerste linie, in de rusthuizen, in de ziekenhuizen, bij de thuisverpleging? Beseft u hoeveel van die mensen op het Vlaams Belang stemmen? Voor het Vlaams Belang, op lijsten staan van het Vlaams Belang. Beseft u dat? Beseft u wat u die mensen aandoet, wat u zegt over hen als u hen vergelijkt met een dodelijk virus als het coronavirus? En een nog belangrijker vraag, meneer Segers. Stel dat het noodlot u zou tarten, en ik wens het niemand toe, zelfs niet mensen die mij vergelijken met een dodelijk virus. Maar stel dat het coronavirus u toch treft, of iemand in uw gezin treft, gaat u dan de hulp weigeren van die dokters en die verpleegsters? En ze zijn met veel. Gaat u dan die hulp weigeren van de dokters en verpleegsters die stemmen op het Vlaams Belang, die kandideren of militeren voor het Vlaams Belang? Ik vraag het mij af, meneer Segers. Gaat u hen dan wegduwen alsof zij een dodelijk virus zijn, zoals we dat doen met het coronavirus? Ik vraag het mij af, meneer Segers. Ik hoop dat u in het reine kan treden met uzelf en dat u dringend met excuses komt voor dit walgelijke gedrag en die degoutante vergelijking. Nu, dat was jammer genoeg niet het enige dat wellicht heel veel Vlamingen voor de borst heeft gestoten de afgelopen dagen. Iets anders dat zeer frustrerend was om te vernemen, was de financiële steun van de Europese Unie voor de strijd tegen COVID-19. Je zou denken dat de Europese Unie, die toch eigenlijk al een aantal tientallen jaren probeert haar bestaansrecht te bewijzen, dat die in een crisis die de grenzen overstijgt, die heel Europa treft, dat die nu eindelijk eens haar nut gaat bewijzen. En wie dat verwachtte, die is toch serieus op zijn of haar honger mogen blijven zitten, want de Europese Unie heeft eigenlijk zo goed als niets gedaan. Het enige dat de Europese Unie nu doet, is een groot fonds vrijmaken voor de strijd tegen COVID-19. En dan zou je denken dat dat fonds gaat naar de Europese lidstaten. Dat dat eerlijk zou verdeeld worden naar gelang het geld dat die lidstaten er hebben ingestoken. Of dat dat zou gaan naar de landen die het zwaarst getroffen worden door het coronavirus. Bijvoorbeeld Italië, Spanje of Vlaanderen, België, dat toch ook zeer hard getroffen wordt door dit coronavirus. Dat zou je denken als je gezond verstand hebt. Maar die eurocraten, die onverkozen eurocommissarissen, die hebben blijkbaar toch een acuut gebrek aan gezond verstand. Want wat heb ik vernomen, en ik heb dat driedubbel gefact-checkt, er gaat van dat Europees Fonds voor de strijd tegen het coronavirus gaat 250 miljoen euro naar Tunesië, gaat 450 miljoen euro naar Marokko en gaat welgeteld 6 miljoen euro naar Vlaanderen.
Heel wat wenksbrauwen zijn daarvan gaan fronsen, dat heb ik gemerkt op sociale media en dat zal bij u wellicht niet anders zijn, want Tunesië en Marokko liggen, voor zover ik het weet, toch nog steeds in Noord-Afrika. En je moet daar een beetje de voorgeschiedenis van kennen om dat te begrijpen. En het is zo dat de Europese Unie al van in het begin een soort nabuurschapsbeleid heeft gevoerd. En begrijp me niet verkeerd, dat kan positief zijn, want het is natuurlijk voor Europa ook belangrijk dat de landen die zich rond ons bevinden, en er ligt dan misschien wel een Middellandse Zee tussen, maar ook Noord-Afrika grenst in zekere zin wel aan Europa. Het is voor ons belangrijk dat die landen stabiel zijn. Als we zien wat er in Libië aangericht is bijvoorbeeld, dat heeft ook zijn weerslag op Europa. Dus het is in ons belang dat daar stabiele, hopelijk democratieën zijn, anders andere staatsvormen zijn, maar dat die ook een stabiele economie hebben, dat die een migratiepolitiek hebben, dat die een kustwacht kunnen organiseren. Het is belangrijk dat we daar goede banden mee hebben, ook om handel te drijven bijvoorbeeld, dat er daar een zekere mate van vrijheid is, van rechtszekerheid is ook in die landen. En daar kunnen wij met de Europese Unie aan werken. Dus het kan ook in ons belang zijn om af en toe financiële steun te verlenen aan die landen die grenzen aan de Europese Unie, om daar projecten te promoten die zorgen voor vrijhandel, voor rechtszekerheid, voor rechtvaardigheid en voor meer vrijheid en dergelijke meer. Dus dat kan in ons voordeel zijn. Maar in een diepe economische, sociale en gezondheidscrisis als de coronacrisis lijkt het mij wel echt absurd dat wij 450 miljoen geven aan Marokko, een land waarvan de koning net nog een superjacht heeft gekocht van om en bij de 100 miljoen, dat we daar 450 miljoen aan geven aan Marokko, maar dat we een zwaar getroffen regio als Vlaanderen, dat die maar 6 miljoen euro krijgt. Dat krijg je toch werkelijk aan niemand meer uitgelegd. En dan moet je nog weten dat Vlaanderen de grootste nettobetalers zijn van diezelfde Europese Unie. En een nettobetaler, kort uitgelegd, is eigenlijk elke lidstaat van de Europese Unie moet belasting betalen aan de Europese Unie. En de Europese Unie beslist dan wat er met dat belastingsgeld gebeurt. En je betaalt een bepaalde som, om het makkelijk uit te leggen. Stel dat Vlaanderen 100 miljoen euro belastingen betaalt aan de Europese Unie, dan krijgt ze daar op het einde van de rit een deel van terug. En bij Vlaanderen is het verschil tussen hetgeen zij betalen, dus hetgeen wij betalen, het grootst met hetgeen wij terugkrijgen. Dus wij zijn de grootste netto-betaler. Wij betalen gigantisch veel belastingen aan de Europese Unie, maar we krijgen maar bitter weinig terug. Dus eigenlijk zijn wij de grootste financiers van die Europese Unie, maar we krijgen toch maar een pulsschil als het aankomt op de financiële steun voor het coronavirus. En dan zijn er dus landen die helemaal niets bijdragen. Tunesië en Marokko betalen geen belastingen aan de Europese Unie, maar toch krijgen die respectievelijk 250 miljoen euro steun en 450 miljoen euro steun voor onder andere de strijd tegen COVID-19. Dat is absurd en dat krijg je aan niemand uitgelegd. Dus we moeten dringend eens die Europese belastingen die wij betalen aan de EU, die moeten we dringend eens gaan herevalueren. En we moeten op onze strepen durven staan. Wij hebben nood aan een staatsleider in Vlaanderen die dan gaat naar die Europese Commissie in die daar zegt, zo kan het niet meer verder. Wij gaan niet blijven de rekeningen betalen om dan, als het crisis wordt, in de kou te blijven staan. Maar natuurlijk, ja, dan komt de aap uit de mouw. En wie is onze staatsleider? Dat is Sophie Wilmès. En Sophie Wilmès staat er al jaar en dag om bekend dat zij een echte Vlamingen-haatster is. En ik zeg dat niet zomaar. Want van waar zij komt, en zij woont in de rand rond Brussel, daar heeft zij zelfs de vrouw van Herman Van Rompuy, toch niet de grootste Vlaams nationaliste, zelfs die heeft ze daar tegen haar in het harnas kunnen jagen. Ze heeft die met een halve depressie buiten gejaagd. Dus iedereen die ook maar Nederlands durfde spreken, heeft zij de duvel aangedaan. Die loopt echt rond als een gigantische Vlamingenhaatster. Dan kunnen we toch niet gaan verwachten dat zij naar de Europese Unie gaat en daar voor de Vlamingen gaat opkomen, dat zij daar gaat zeggen, ja, kijk, er moet meer geld gaan naar Vlaanderen. Want Wallonië krijgt 3 keer meer geld uit dat steunfonds van de Europese Unie. Nog altijd maar een peulschil in vergelijking met wat landen als Tunesië en Marokko krijgen, maar wel 3 keer meer dan een regio als Vlaanderen, terwijl wij Vlamingen wel veel meer Europese belastingen betalen en ook tot nu toe toch nog zwaarder getroffen zijn door het coronavirus. Dus echt een situatie die je toch aan de man in de straat die dagelijks gaat werken om die belastingen te betalen niet meer uitgelegd krijgt, denk ik.
De frustraties lopen over, jullie merken het. Het zal nog even zo zijn, vrees ik. Maar het is niet enkel bij mij zo, ook niet enkel bij jullie zo. Hè. We zien dat ondertussen topsporters als Remco Evenepoel, een van de beste wielrenners die we rondrijden hebben in Vlaanderen, dat die toch ook behoorlijk gefrustreerd aan het geraken is over de slechte communicatie van de regering en van de experts van de regering. Want die plaatste een tweet online waarin hij eigenlijk zegt van kijk, meneer Van Ranst, meneer Jan Bon, jullie zeggen twee totaal verschillende dingen over of ik al dan niet mijn vriendin mag gaan bezoeken. En hij legde het uit, zijn vriendin woont vlak bij hem, zij wouden samen eens gaan sporten en hij vroeg zich nu af, mag dat nu ja of nee? En je had daar een aantal verschillende meningen en Mark Van Ranst heeft zich dan heel denigrerend, laagdukkend uitgelaten tegenover Remco Evenepoel, echt alsof Remco Evenepoel een klein kindje is dat er niets van begreep. Maar ik heb dan toch maar even een aantal uitspraken opgezocht van dezelfde 24 uur van verschillende instanties over of je al dan niet je vriendin mag gaan bezoeken. En ik lijst ze even heel kort voor jullie op. Ik heb er de vijf belangrijkste uitgepikt. Je hebt ten eerste de officiële infosite van de regering over het coronavirus. Hè, zogezegd de heilige graal van informatie waar we naar moeten luisteren. En daar staat te lezen dat als je lief of je partner elders woont, dus niet onder hetzelfde dak woont, dat je die dan wel nog mag bezoeken. Het crisiscentrum, hè, waar we ook regelmatig communicatie van te zien krijgen, onder andere in de journaals en het nieuws op televisie, die zeggen dan weer, je lief bezoeken mag als die elders woont, tenzij je minderjarig bent. Dan mag het niet. Dus dat is al iets anders. Dan heb je Mark Van Ranst, die eerst zei, dus in het begin van de dag zei hij, je lief bezoeken mag, maar niet als die in een ander dorp woont. Dus het mag wel als die in hetzelfde dorp woont, maar niet als je lief in een ander dorp woont. En dan zei Jan Bon, minister-president van Vlaanderen, toch iemand waar we wat belang aan mogen hechten, die zei dan, je lief bezoeken mag altijd. Hij zei er zelfs bij dat je lief bezoeken mag als die aan de andere kant van het land woont. Hij zei er wel bij, dat moet ik zeggen. Hij zei, heel verstandig is dat niet, maar het mag. Dus Jan Bon zegt, je lief bezoeken mag altijd. En Mark Van Ranst dan, die er toch onbekend staat. Hè? Mark Van Ranst is een PvdA, een communist. Dat weet je ondertussen als je goed opgelet hebt in mijn podcast. Die heeft het niet zo voor N-VA'ers. Die heeft nogal een diep gewortelde haat tegenover alles en iedereen die Vlaams nationalist is. Of dat er nu zijn van de N-VA-stal of van de Vlaams Belangstal. Daar maakt onze communist Van Ranst weinig onderscheid in. En Mark Van Ranst heeft dan zijn communicatie van 24 uur eerder totaal aangepast om Jan Bon toch maar te kunnen tegenspreken. En Mark Van Ranst heeft dan gezegd, je lief bezoeken mag niet. Wat is het dan om de duur nog? Wie moeten de mensen nog geloven als sommige mensen zeggen, hey, minister-president zegt je lief bezoeken mag altijd. Experts zeggen, experts als je het een expert mag noemen, zeggen dan je lief bezoeken mag niet. En het crisiscentrum zegt dan mag wel, tenzij minderjarig. Dan heb je de officiële infosite die zegt het mag wel als ze onder een ander dak komt. Wat moeten de mensen om de duur nog geloven? En dan heb je Mark Van Ranst die Remco Evenepoel op een denigrerende manier aanspreekt en zegt welk deeltje is er voor jou zo moeilijk te begrijpen? Wel, meneer Van Ranst, elk deeltje is moeilijk te begrijpen als je verschillende instanties hebt die het totaal tegenovergestelde van elkaar zeggen constant. Misschien moeten al die virologen maar eens de job doen die we van hen als virologen verwachten. Hun labo's gaan leiden, tests uitvoeren en zoeken naar een vaccin, zoeken naar een medisch en geneesmiddelen in plaats van regeringsleden die daarvoor democratisch verkozen zijn te gaan tegenspreken in allerhande televisiestudio's. Misschien moeten we eens rechtlijnig en duidelijk gaan communiceren. Want ik heb gigantisch veel berichten gekregen van mensen die mij sturen van ja, kijk, mag ik nu mijn vriendin of mijn vriend of mijn partner nog gaan bezoeken? Ja of nee? En ik heb dan zelfs mensen gehad die zeiden van kijk, ik heb een boete gehad omdat ik mijn partner ben gaan bezoeken die elders woont, ondanks dat dat hier dus staat op de infosite van de regering dat het wel mag. Hè. Dus om de duur, ja, politieagenten weten het ook niet meer. Niemand is nog op een correcte manier geïnformeerd omdat al die experts en politici elkaar constant tegenspreken. Stop daarmee en zorg voor duidelijke communicatie. En dan het laatste puntje, ik heb er al naar gehint bij de inleiding van deze podcast, zal mogelijk uitgroeien tot een van de grootste schandalen van de afgelopen jaren. In het laatste nieuws konden we een interview lezen met adjudant Mark Kakenbeke en die was medeverantwoordelijke voor het beheer van de strategische stok aan mondmaskers. Een soort noodvoorraad van tientallen miljoenen mondmaskers. En zoals jullie mijn vorige podcasts al konden lezen en ook in de media hebben vernomen, zijn die mondmaskers
mondmaskers, is die strategische stok vernietigd. En die is daarna niet vervangen. Men zei dan eerst dat het was om besparing dat die niet zijn vervangen. Men heeft tal van excuses aangehaald. Die zouden beschimmeld geweest zijn of over datum geweest zijn. We hebben al van alles gehoord. Maar die adjudant Mark Kakenbeke, die toch wel een primaire getuige is, hij was daarvoor verantwoordelijk voor die stok, die zegt nu dat het wel eens een andere reden had dat die stoks moesten verdwijnen. En dat was dat er plaatsgebrek was. Dat de regering op zoek was naar nieuwe gebouwen om nog meer vluchtelingen, nog meer illegale migranten in te huisvesten. En ik ben daar eens over gaan opzoekingswerk doen. Of het klopte wat die adjudant Mark Kakenbeke zegt in het nieuwsblad. Want zoals jullie wel weten, ik vertrouw nooit zomaar wat er in de krant staat. En ik heb het opgezocht. En er zijn wel degelijk foto's te vinden van dus de gebouwen waar die mondmaskers in lagen, waar die stok werd opgeslagen. En die mondmaskers die dus vernietigd zijn. Foto's te vinden van een inhuldiging dus van nieuwe centra voor asielzoekers in een deel van die gebouwen. En op die foto is onder andere de koning te zien, is Theo Franken ook te zien, die gebouwen daar gaan inhuldigen. En je moet weten, de vernietiging van die mondmaskers heeft plaatsgevonden van 2015 tot 2018. Toen was staatssecretaris Theo Franken van N-VA bevoegd voor asiel en migratie, dus voor de opvang van asielzoekers en illegale migranten. Toen was Steven van de Put, ook een N-VA'er, bevoegd voor defensie. Defensie was verantwoordelijk voor het beheer van die stoks aan mondmaskers. En was Maggie de Blok als minister van Volksgezondheid verantwoordelijk voor de beslissingen om die te vernietigen, om die stok terug te vervangen, al dan niet, en wat ze dus niet hebben gedaan. Dus dat waren toen de drie bevoegde ministers. En ik wil hier heel duidelijk bij zeggen, ik wijs met de vinger naar niemand. Wij weten nog niet volledig wat er hier is gebeurd. Hier zal een parlementaire onderzoekscommissie moeten komen. Misschien moet de politie het zelfs ook gaan onderzoeken. En die moet dat uitzoeken tot op het bot. Ik wil weten, en de mensen, zeker de mensen die in de eerste linie staan, die nu geen adequaat beschermingsmateriaal hebben, die COVID-patiënten moeten behandelen zonder dat ze deftig beschermingsmateriaal hebben, die in de rusthuizen werken, politieagenten, cipiers, die nu constant in de eerste linie staan met gevaar voor hun eigen gezondheid en voor de gezondheid van hun naasten, die hebben het recht om te weten wat er precies is gebeurd met die mondmaskers en waarom dat is gebeurd. En dus de bevoegde ministers waren Theo Franken, Steven van de Put en Maggie de Blok, maar wie er precies voor verantwoordelijk is en wie op de hoogte was van wat, dat weten we tot nu toe nog niet. Maar als we dus die adjudant Mark Kakenbeke, een van de verantwoordelijke militairen, mogen geloven, dan zijn die mondmaskers vernietigd om voor een deel plaats te ruimen voor nog meer illegale migranten, voor nog meer nieuwe vluchtelingen. Als dat zo is, als blijkt dat die massamigratie ertoe geleid heeft dat onze mensen nu, onze verpleegsters, dokters, thuisverplegers, politieagenten, cipiers, dat die nu in de eerste linie staan tegen het coronavirus zonder deftig beschermingsmateriaal door die massamigratie, door de wens van onze politici om altijd maar meer en meer migranten op te nemen, dan zou dat wel echt wraakroepend zijn. En dan moeten die politici verantwoordelijk gesteld worden voor de miserie waar we de dag van vandaag in terechtgekomen zijn. Maar dus, ik heb de verantwoordelijke ministers, Maggie de Blok, Steven van de Put en Theo Franken erover aangesproken. Omdat ik heb natuurlijk wel, ik heb foto's gezien. Hè. Er zijn een aantal aanwijzingen dat die mensen toch op zijn minst deels wisten wat er daar aan het gebeuren was. En ik hoop nu dat zij daarop gaan reageren. En ik zal de eerste zijn om hen vrij te pleiten als ze er niets van weten. Maar ik zal ook de eerste zijn om hen op hun verantwoordelijkheid te wijzen als blijkt dat ze wel wisten wat daar gaande was, wat er gebeurd is met die stoks aan noodvoorraad van mondmaskers en waarom die zijn vernietigd en nooit vervangen. Dus ik heb uitleg gevraagd aan die ministers. Ik heb nog geen antwoord gekregen. Dat is meestal geen goed teken. Dat zou wel eens kunnen aantonen dat ze iets te verbergen hebben. Maar opnieuw, ik ga eerlijk onderzoeken. Ik ga tot op het bot uitzoeken wie ervoor verantwoordelijk is dat die noodvoorraad aan mondmaskers vernietigd is en waarom die vernietigd zijn. Maar ook wie van wat wist. Want zoals ik in mijn vorige podcast al heb meegedeeld, politici nemen nooit alleen beslissingen. Ministers nemen nooit alleen beslissingen. Er zijn kabinetten, er zijn ministerraden, er zijn adviseurs. Het kan niet dat die mondmaskers vernietigd zijn door één iemand. Het is niet één iemand die beslist heeft om die mondmaskers te vernietigen. Daar moeten sowieso meerdere mensen van op de hoogte geweest zijn. En we moeten uitzoeken wie dat waren en waarom ze die mondmaskers hebben vernietigd. En als blijkt dat die adjudant Mark Kakenbeke gelijk heeft en dat die mondmaskers vernietigd zijn om in die gebouwen asielzoekers te huisvesten, dan zou dat echt wel heel, heel wraakroepend zijn.
Daar is mij enkel nog de call to action, ook niet onbelangrijk, beste luisteraars. Als we ervoor willen zorgen dat zaken zoals het schandaal dat ik je net heb aangehaald uitgezocht worden tot op het bot. Als we ervoor willen zorgen dat mensen als Jan Segers hun verantwoordelijkheid nemen en zich excuseren voor de denigrerende manier waarop ze 1 op 3 Vlamingen hebben vergeleken met het coronavirus. Dan moeten we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk Vlamingen deze podcast kunnen beluisteren. En dat kunnen we enkel doen door deze massaal te delen, door te sturen. Verstuur het naar jullie broers, zussen, neven, nichten, buurvrouwen, buurmannen en naar iedereen die jullie lief hebben. En enkel zo kunnen we ervoor zorgen dat de Vlaming goed geïnformeerd geraakt en dat we de disinformatie van de media een weerwoord kunnen bieden. Dank u wel.